Op het lange en hobbelige pad dat moet leiden naar de sloop en nieuwbouw van ons huis, doen de afgelopen week weer een nieuwe hindernis op. De omgevingsvergunning. Wonen er hier vleermuizen of mussen of steenmijters? Dat is een belangrijke vraag, want om een bouwvergunning te kunnen krijgen hebben we eerst een omgevingsvergunning nodig. Daarvoor kijken ze onder andere of er vleermuizen en mussen hier bivakkeren of steenmarters en gierzwaluwen. En deze week kwam daar speciaal iemand voor kijken. En als blijkt dat ze hier zitten, moeten er ook voor die beestjes wisselwoningen komen. Dat kunnen we belachelijk vinden, maar het heeft ook iets heel moois. Alle bewoners, mens en dier, hebben recht op vervangende woonruimte. Als kerstverse fruittelers proberen we onze fruitbomen levend door deze situatie te halen. Of het lukt, we denken het, maar vreemd is wel dat de ene boom het veel beter doet dan de andere. Er valt nog een hoop te leren als fruitteler. En dan nu, vakantie. Eind augustus hoop ik me weer te melden. Regent het al? Minusvaldoor!